Hallo allemaal, welkom weer bij het Katholieke Meisje. Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over Gods plan voor jouw leven. Misschien denk jij God heeft geen plan voor mijn leven, want ik heb het misschien zelf verpest, of ik kom niet uit een goede familie, of ik heb niet de juiste diploma, of de juiste vrienden, of de juiste kleding, of het juiste buurt waar ik woon. Of misschien denk je, ja, ik heb dat allemaal wel, maar ik geloof niet dat God een plan met mij heeft, want ik heb zoveel slechte dingen gedaan in mijn leven. Of zoveel zonde gedaan. Zoveel zonde. Maar ik wil dat je weet ten eerste dat jij niet in controle bent over jouw leven. Dat God in controle is over jouw leven. En dat God van jou houdt. Ongeacht hoe jij zelf over jezelf denkt. Je moet zo zien dat God jouw grootste fan is. Hij is vanaf dag 1, vanaf jouw geboorte, is God jouw grootste fan geweest. En altijd herinneren dat jouw leven is geen verrassing voor God. Dus wij kunnen God verrassen, maar God kan ons verrassen, maar wij kunnen God niet verrassen, omdat God alles ziet. Ik heb zelf geen auto, maar soms zit ik in een auto met iemand en dan gaan we ergens naartoe. Ergens nieuw en doen op een navigatiesysteem. Dan typ ik in waar we heen moeten gaan. En een navigatiesysteem, zoals jullie weten, af en toe hoor je die mevrouw. Ja, sommigen hebben een mannenstem, maar ik heb het nu over mevrouw. En dan hoor je van, ja, rechtdoor of over zoveel meter moet je linksaf of over zoveel meter moet je rechtsaf. Maar als je op de goede weg zit, dan hoor je vaak niks. En dan word ik altijd super zenuwachtig. Dan ga ik vaak de navigatiesysteem even controleren. Of tik ik een paar knopjes in. Van, denk ik soms van, doet hij het nog? Maar waarom hoor ik niks? Want ik vind het heel fijn om een bevestiging te horen. Of ik op de goede weg ben. Of we niet verdwaald zijn. En ik ben altijd super zenuwachtig. Of we wel op de goede weg zijn. En vaak als ik uiteindelijk de stem hoor van, ja, zoveel meter ben je bij de eindbestemming. En dan kan ik altijd heel rustig op ademhalen en denken, oh, godzijdank, we hebben het weer gehaald. Maar dat bedenk ik mezelf altijd. Maar dat is zo jammer, want je bent er op de eindbestemming, maar je hebt de weg naartoe, heb je er helemaal niet van genoten. En dan denk ik mezelf van, zo is het ook met God. Soms willen allemaal heel graag de stem van God horen. Want soms dan, we leven allemaal ons leven. En we proberen allemaal ons best te doen. En soms denken, wat zou het fijn zijn als God tegen ons zou zeggen, weet je wat, Christina, het gaat goed. Je bent heel goed bezig. Ik ben zo blij dat je deze keuze hebt gemaakt. Of dat je ja hier hebt tegen heb gezegd. Of nee hier hebt tegen gezegd. Soms zou het zo fijn zijn om die stem te horen. Dat je op de goede weg bent. En juist omdat we die stem dus niet horen, worden we dus vaak heel erg onzeker. En dan denk je van, ja, doe ik het wel goed? Weet je, ik probeer gewoon voor God te leven. Maar ja, ik ben een heel simpel mens, dus ik doe mijn best. En ik weet niet of het ook goed is. Want laten we eerlijk zijn, het is niet dat we elke dag de stem van God horen. Dus het is eigenlijk of we elke dag in een auto zitten met een navigatiesysteem. En heel af en toe krijgen we een directie. Maar heel vaak is God zoals het navigatiesysteem stil. Maar juist als het stil is, dat betekent dat je eigenlijk op de goede weg bent. Maar vaak is het moeilijk om dan te vertrouwen dat God een controle is. Dus net als met die navigatiesysteem. Stel je voor, als je rechts of links gaat en je gaat even de verkeerde pad op, dan op een gegeven moment hoor je de stem aan en dan moet je weer omdraaien. Ik denk dat het met God ook hetzelfde is. Ik denk dat het ons echt zou helpen als we echt God zouden vertrouwen. Als we echt zouden vertrouwen dat God echt de goede God is die echt van ons houdt. Ik denk dat het alles anders zou maken als we echt zouden vertrouwen dat God ja, inderdaad, hij heeft een plan voor ons leven. En dat God diegene is die zegt dat hij is. Dat,
dat hij ons nooit alleen laat. Dat hij alle haren op ons hoofd heeft geteld. Dat zelfs als onze vader en onze moeder ons verlaten, dat hij ons nooit verlaat. Als al onze vrienden ons verlaten, verlaat hij nooit. Als je misschien werkloos bent en je bent ontslagen, dan verlaat God jou niet. Ik weet niet, als je misschien een verslaving nu hebt, als je alles hebt, God weet al die dingen. Maar weet dat God, is niet dat God al die dingen weet, ja, en al die dingen telt, maar God kan al die dingen voor jouw leven gebruiken. Dus God is in controle daarmee. En ik moedig je ook aan om al die dingen die je hebt, dat je denkt van, ja, of al die stemmen die je hebt in je hoofd en al die twijfels, van dat je denkt van, ja, maar je, op school hebben ze vroeger gezegd dat ik misschien, ja, niks van mijn leven zou bakken. Of mijn ouders, of misschien vrienden, of misschien op social media, of van je familie. Als je weet dat je niet diegene bent die de mensen zeggen, maar je bent een kind van God en jij hoort van God. Je hoort bij God. Dat God met alles wat jij meegemaakt, dat hij dat kan gebruiken ten goede. Niet om tegen jou te gebruiken, niet om jou om dat blijf te halen. Maar nee, hij kan het gebruiken ten goede. En het is ook, God zegt vaak, laten we een geloof hebben zoals kinderen. Wist je nog toen je heel jong was, en dat het misschien Kerstmis was of Sinterklaas, en dat je alles aan je ouders vroeg, ongeacht dat je dacht van, kunnen ze betalen of kunnen ze niet betalen? Maar je dacht, ja, het zijn mijn ouders, ik kan alles aan je vragen. Dus daarom is het ook, met God is het ook zo. Je kan alles aan God vragen. Alles. Dus daarom wil ik ook heel graag vaak het woord gebruiken van, praat met God in plaats van bid met God. Want als je met, omdat ik zeg praten, het is meer een praten, het maakt meer met iemand met wie je echt een vriendschap opbouwt. En ik gun jullie allemaal dat jullie echt een vriendschap met God opbouwen. Ik wil dat je weet dat God degene is met wie je alles kunt bespreken. Hoe klein je probleem is ook, hoe groot je probleem is ook. Niks is te klein of te groot met God, zodat je met hem kan bespreken. Niks. Niks, niks, niks. En weet dat God een expert is. Dus je praat met een expert. Je praat met iemand die heel veel van je houdt en die een expert is in alles. En als je bijvoorbeeld, je hebt een probleem met diegene. Hoe fijn is het met iemand te praten? Dat vind ik altijd. Met een expert te praten die jou heel goed kent, maar die natuurlijk ook die andere kent. Dus bijvoorbeeld, ik heb een probleem met iemand. Denk, ja God, ik wil deze probleem met die en die bij je brengen. Jezus, ik ken diegene niet zoals u kent. Dus misschien mis ik een paar dingen. Misschien mis ik van waarom die zo of zo gehandeld heeft. Maar jij weet misschien wat ze in de jeugd hebben meegemaakt. Jij weet wat ze gisteren hebben meegemaakt. God, help mij het hele plaatje te zien. Help mij daarbij. Help mij en leid mij daarin. Dus als we met God praten, praten we met iemand die het beste met ons voor heeft en het beste met die andere voor heeft. Maar ik begrijp wel dat het af en toe heel verwarrend kan zijn, want we leven in een wereld van 2018. Als je honger hebt, kan je zo eten bestellen, dan hoor je zo of het binnen 10 minuten of 20 minuten bij je aan de deur is. Als we nieuwe kleren willen, dan bestellen we. En als we niet de juiste maat of de kleur hebben, dan krijgen we meteen een reactie. Dat we die over een tijdje kunnen bestellen. Of als we iets willen. We leven in een wereld waar we meteen een reactie krijgen. Ja, dus dat zijn we nu ook gewend. En dat is ook helemaal prima. Maar met het geloven is het juist totaal anders. Totaal anders. Totaal. Totaal. Dus soms denk je, ik moet heel veel dingen doen en ik krijg er misschien heel weinig voor terug. Dat kan misschien zo lijken. Dat kan. Want God is een God van stilte. Maar als jij in zo'n periode leeft van stilte, raak er niet in de war van. Denk niet van, ik ben misschien op de verkeerde pad. Maar ga gewoon door en probeer gewoon God te volgen. Probeer God te volgen. Probeer
probeer je vriendschap met God te verdiepen. En ja, ik gun jullie zo erg een vriendschap met God. Ik gun jullie zo erg, want God is de beste vriend die je, die je maar kan wensen. Ik gun jullie zo erg een vriend met wie je alles kan bespreken, dag en nacht. Maakt niet uit hoe laat het is, je hoeft met God nooit een afspraak te hebben. En weet dat hoe meer je met God praat, hoe meer je God ook leert kennen. En hoe meer je ook kan vertrouwen dat Hij een plan heeft met jouw leven. En hoe uniek je ook bent. En misschien zie jij jezelf niet zo, maar God is jouw grootste fan. En Hij houdt van jou. En het is net als je in de auto zit. Ons leven, misschien heb je het gevoel dat jij... Ik zit vaak naast iemand in een auto, omdat ik zelf geen auto heb. Dus ik denk dan vaak, als ik dan bij de eindbestemming ben, denk ik... Zo jammer, Christina. Ik heb helemaal niet van deze reis genoten. Ik heb helemaal niet met degene die naast me zit, kon ik helemaal geen gesprek voeren. Omdat ik alleen maar bezig was van, ben ik wel op de goede weg? Waarom hoor ik niks van het navigatiesysteem? En ik wil niet dat jullie ook een leven leiden. Dat je alleen maar denkt van, oh, ben ik wel op de goede weg? Maak ik wel de goede keuzes? Dat je er angstig van wordt, dat je er heel veel zorgen van hebt. Dus probeer ook gewoon te genieten van je leven. Weet je, God is helemaal niet geïnteresseerd in jouw eindbestemming. Begrijp me niet verkeerd. Tuurlijk is hij wel geïnteresseerd. Maar het gaat met God ook die weg die je gaat met hem. Misschien is jouw eind... Voor iedereen heeft een ander verlangen in zijn hart. Misschien is jouw eindbestemming dat je misschien gaat trouwen. Of dat je een leuke vriend krijgt. Of misschien een goede baan krijgt. Of dat je kinderen gewoon goed terechtkomen. Of dat je leuke vrienden krijgt. Of dat je bij een bepaalde groep kan horen. Oké, je hebt dat verlangen. Maar dat is misschien een weg. Voor elk verlangen is er een weg die je op moet gaan. Maar die weg die je op moet gaan. Ik wil dat je die weg opgaat. Ik wil dat je die weg opgaat en daarvan geniet. Ik wil dat je die weg opgaat. Met opgaat en weet wie je bent. Dat je een kind van God bent. Je bent niet wat de wereld zegt. Je bent niet wat de mensen zeggen. Dat is allemaal niet belangrijk. Ik wil dat je weet dat God van jou houdt. Dat jij een kind van God bent. En dat jij van deze weg ook mag genieten. Dus probeer te genieten van deze tijd. Van deze weg. En zeg, God, dit is mijn verlangen. Ik geef het aan u. Maar ik weet dat jij in controle bent, God. En raak niet in de war of word zenuwachtig, net als ik, als je niet in controle bent, als ik niks in de auto hoor. Dus raak daar niet in de war als je niks hoort, als je niks ziet, als je gewoon denkt, ik ben gewoon bezig in mijn leven, ik zie niks, ik hoor niks. Maar vertrouw erop dat God een plan met jouw leven heeft. Verdiep je meer in de Bijbel, verdiep je in het woord. En weet dat God heeft gezegd dat hij al die haren in jou op je hoofd heeft geteld. Hoe kan hij jou dan vergeten? Hij heeft zelf gezegd, als jouw vader en jouw moeder jou vergeten, vergeet ik jou niet. Hij heeft gezegd van, waarom zal je zorgen maken over wat je morgen gaat eten, of wat je morgen aan gaat trekken? De vogels maken zich daar ook geen zorgen over. En denk je dat ik niet meer van jou hou dan van de vogels? Dus probeer te geloven wat God jou beloofd heeft. Hij heeft jou beloofd dat hij voor jou zal zorgen. Hij heeft jou beloofd dat jou nooit alleen zal laten. En hij heeft jou beloofd dat hij een plan heeft voor jouw leven. Nou, ik hou van jullie. En weet dat God nog meer van jullie houdt. Nog meer, nog meer, nog meer, nog meer. Ik hou van jullie, want ik weet dat God zo van jullie houdt. En ik weet niet waar jullie allemaal wonen, maar ik hoop dat we op een dag allemaal elkaar ontmoeten. En dan wil ik jullie allemaal een hele dikke knuffel geven. En ik wil jullie vragen alsjeblieft op mijn kanaal te abonneren. Op mijn filmpjes te liken. En misschien, niet misschien, ik wil vragen of jullie alsjeblieft mijn filmpjes misschien op Facebook willen posten. Of op Instagram. Of naar jullie vrienden door willen sturen. Als je een vriend of een vriendin hebt die bemoediging nodig heeft. Stuur die door. Laat voor elkaar hoop blijven geven. Laat voor elkaar op blijven bouwen in het geloof. Ik denk het mooiste wat we
voor elkaar kunnen doen. Is elkaar de boodschap geven dat God leeft. Dat God leeft, dat God vandaag, nu, dit moment, nog steeds wonderen kan doen. Dat die wonderen niet van 2000 jaar oud zijn. Waarom heeft God 2000 jaar wonderen gedaan? Dat wij daar tot de dag van vandaag hoop uitputten. God heeft niet gedacht, weet je wat? 1 keer genees ik een paar mensen en dan ben ik klaar. That's it. Nee, God heeft dat gedaan, zodat wij in de Bijbel kunnen gaan. Dat je denkt van God, als je dat toen hebt gedaan, kun je dat vandaag ook doen. Dus vraag God. Dus zuster Faustina heeft in haar boek geschreven dat God heel verdrietig wordt. Als wij bidden en dat we denken van oei, misschien is dat te veel te vragen. Of misschien ga ik hier te ver. Of misschien ik neem genoegen met dit God. Nee, God is jouw vader. Dus jij hebt recht om hem alles te vragen. Alles. Alles mag je hem vragen. Alles. Zoals ik net heb gezegd. Niks is te klein of te groot voor God. Dus betrek hem overal in. Nou, ik laat het hierbij. En ik zie jullie volgende week. Ik zie jullie zondag.